Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb echt heerlijk een volle 9 uur geslapen. Dus ik heb echt een goede nachtrust gehad. En vandaag wordt echt een hele mooie dag, want ik ga mijn nieuwe auto ophalen. Dus dat wordt wel echt heel erg tof. Ik heb er ontzettend veel zin in. En ik ga natuurlijk alles filmen voor jullie, meenemen. Het hele proces van de Mansory. Gisteren op het event van de autoshow op de T-Circuit in Assen heb ik verteld dat de Mansory kit dus officieel is besteld. Dat die ook over een paar weken geleverd wordt. En de auto, daar zou ik nog aan werken. Maar dat is dus nu ook helemaal 100% rond. Is betaald en die haal ik straks op. Samen met Myron. Voor de rest niet al te veel poespas, allemaal mensen uitgenodigd, rookmachines, noem alles maar op. Ik ga de auto ophalen, betekent niet dat het nu normaal is geworden, dat ik dat niet doe met discolampen, roken, dingen en alles. Maar ik had zoiets van ja, ik ken de auto, ik weet het inmiddels. En ik denk dat het gewoon heel erg leuk is voor jullie dat ik gewoon alles ga laten zien en ga filmen van hoe de auto eruit ziet. Ook al hebben de meesten dat kunnen zien in de vlog toen ik de auto ging bekijken. Maar omdat ik nu de auto ga ophalen, is het eigenlijk gewoon dezelfde auto als die ik nu heb. Maar uiteindelijk gaan we er natuurlijk wel wat moois van maken als de Mansory bodykit erop komt. Kijk, dan wordt het wel next level en dan gaan we er natuurlijk wel een mooi feestje van maken. Dus daar ben ik ontzettend enthousiast voor. Ik ga jullie later vandaag meer vertellen over wat een beetje de planning is, hoe lang ik deze auto nu ga rijden, wanneer we ongeveer verwachten dat de bodykit erop komt. Is wel heel erg moeilijk te zeggen trouwens, dat wordt wel een beetje een gokje. Dat echt, hangt er echt vanaf of alles soepel loopt of dat er een paar hobbeltjes op de weg zitten. Maar voor nu, Myron die komt eraan. Oké, ik ben echt een baas als je weet waarvan dat nummer is. Ta 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 ta. Ik ken het wel. Ta 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 ta. Wat zei je? Nee, nu weet het RuneScape. Minecraft RuneScape, je hebt nog één kans. Dat wou ik niet zeggen. Dat ik wou RuneScape zeggen. Ik ken het wel. Is het van Star Trek of zo? Star Wars. Ja, ik wist dat ze het wist. Ik wou net zo doen, zo'n lightsaber. Zoom, 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 zoom. Ongelooflijk, dat heeft Myron toch veel talenten. Zelfs een teamsong van Star Wars herkent ze. Tenminste, volgens mij is dat de teamsong. In ieder geval een bekend nummer. Oké, even een lekker koffietje erin knallen. En ik vroeg aan Myron, zal ik een broodje eruit halen of even iets maken? En toen zei Myron, havermoutpap. En toen dacht ik, ga je serieus op de maandagochtend aankomen zetten met havermoutpap? Dat is echt fantastisch. Dat is echt zo ongelooflijk lekker. Ook nog eens eventjes lekkere sinaasappelsappetjes. Ja. Oh, heel lekker. Zit er veel pit in deze? Ja, echt heel veel inderdaad. Ik zat ook al te kijken van, hè? Ik sneed er doorheen en ik voelde echt alsof ik door het bord aan het snijden was of zo. Ja, heel veel pitjes. Oké, we gaan even het vuilnis buiten zetten. En er moet ook nog even een container aan de straat worden gezet. Dus dat gaan we even regelen. Aangezien deze container restafval vol zit, en deze ook, moeten we maar weer eventjes de werk van maken. Let's go. Zo, perfect. Zo, en dan moet ik nu heel even op de app kijken welke container aan de weg gezet moet worden. Laten we even kijken, wie is de gelukkige? Nee, nee, nee. Jij bent de gelukkige. Jij wordt naar de straat gezet, let's go. Plastic ophaaldag. Echt nice dat het vandaag weer droog is, dames en heren. Dat is wel heel erg fijn. Zo, container staat. Schatje. Ja? Die brommer doet... Ring, 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 ring. Als het goed is, ligt de havermout ergens in de onsala. Deze? Dat dekpotje. Potje. Hé, potje. Is niet zo heel veel meer. Oké, normaal gesproken eten we havermoutpap, pap, 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 pap. Ik zei het verkeerd, havermoutpap met banaan. Maar omdat banaan er niet is, die is opgesmikkeld, doen we nu een havermout smoothie. Mooi. Dus dat is ook wel heel erg lekker. Met lekkere ananas. Kan er ook nog een scoopje eiwit shake door? Oh, dat kan ik ook wel even erbij doen, ja. Doen we even een aardbei-eiwit-skeppie erin. Twee. Eentje. Ja, doe maar eentje. Dan heb ik hier ook nog echte aardbeien. Nice. Mooi, joh. Die zijn groot. Ja, zo. Echt lekker. Dat is echt de tip. Voor als je vaak smoothies maakt, of überhaupt veel van fruit heen houdt. Veel van fruit. Wat zeg ik? Oeh, we moeten nu even wakker worden. Veel van
van fruit houdt, dan moet je echt diepvriesfruit kopen. Want het is gewoon vers ingevroren. Dus als je dit laat ontdooien, is het gewoon net zo lekker. En het is goedkoper, toch? Veel goedkoper. Ik heb hier wel banaan. Maar dat had niet echt door de hazelnat gekund. Is het dan lekker om dit dan te laten ontdooien en dan dat te eten? Of dat nee, niet echt? Dat niet echt. Het is meer voor echt smoothies en ja, zo. Ja, je moet wel echt ergens doorheen, want het wordt dan een beetje plakkerig of zo. Beetje banaan. Zo, dit wordt echt een hele lekkere smoothie hoor. Dit gaan we binnenkort ook nog doen. Let's go. Ja, dat kan deze week wel ergens misschien. Ja, wat moet er nu nog doorheen? Ja, nou ik... Als smoothie-expert zit ik nu naar de smoothie te kijken en denk ik, er zit te weinig vocht in. Heb jij dat ook? Wil je heel even de koelkast dicht doen? Dankjewel. Anders dan stoor ik me zo erg dat die koelkast open staat. Te weinig vocht? Ja. Dus doe je er wat water bij? Nou, als je dit nu gaat blenden, dan wordt het heel dik. Dus dan doen we gewoon wat water erbij, of toch? Of een beetje melk. Ja, dat is ook goed. Wat wil je? Ja, dat is prima. Doe maar melk. Of kwark, kan ook. Oké, okay, nu heb ik te veel keuze. Water, kwark of melk? Doe maar melk. Allemaal melk. Kwark er maar in. Ja, lekker hoor. Oh, dat is niet heel veel. Nee, maar nu is die open. Oh. Stop. Oké, okay, nice. Oké, okay, laten we kijken. Anders kunnen we altijd nog water erdoor. Komt ie. Is dit die shake ding die ik voor jou heb gekocht? Ja. Vind je hem fijn? Ja, hij maakt wel heel veel lawaai. Ja, let's go. Wat is het dan uiteindelijk geworden, dames en heren? 3 vitaminepilletjes, lekkere cappuccino, water en een smoothie. Proost, schatje. Cheers. Cheers. Proef maar even wat je vindt. Jij hebt de keuzes gemaakt, hè? Let's go. Een 10 plus. Mm. Hij is echt goed. Maar wel, smaakt dan gewoon een milkshake. Ja? Ja, serieus. Ik denk dat dit een van de lekkerste ooit is. Nou, heb jij gedaan. Ja. Ja, dit is echt super goeie. Ja, maar ik heb nog nooit die aardbeiproteïne er doorheen gedaan. Maar dat is misschien wel beter dan vanille. Dat is het denk ik ook zo. Ja. Het is gewoon een lekker ijsje, een snoepje, een toetje in de ochtend. Ja, dat is zeker waar. Dat is ook nog super gezond. Alles wat erin staat is gezond, toch? Klopt. En het vult door de havermout. Nice. Let's go, lekker ontbijtje. Mijn voet trouwens, dat ging gisteren, ging wel aardig goed. Ik heb de hele dag gewoon gelopen, omdat ik ook wel moest. Maar los van dat, ik heb nog wel pijn. Het meeste moeite heb ik nog met, of waar ik dan de pijn heb. Dus als ik mijn voet recht neerzet en ik ga dan lopen, dus gewoon deze beweging met mijn voet. Dat zeg maar. Dus ik kan wel lopen door gewoon zo te staan. Maar het liefst heb ik natuurlijk dat ik gewoon weer zo kan lopen. Nou, niet echt zo als een worm, maar je snapt wat ik bedoel. Dus dat is het enige wat ik nog even een beetje heb met mijn voet. Dus dat is wel een beetje pijnlijk. Maar goed, een kneuzing in de pezen, dat kan wel een paar weken duren voordat het volledig hersteld is. Maar ik hoop eigenlijk deze week nog te kunnen padellen. Maar ik weet niet of dat erin zit. Maar we moeten gewoon even kijken. En voor iedereen die gisteren bij het auto-evenement was, bij het TT-circuit, shout-out naar jullie. Ik heb zelf ook wel even een lekker outfitje aan van een Knolpower t-shirtje. En Knolpower trainingsbroek. Maar ik heb gisteren weer zo ongelooflijk veel mensen gezien in Knolpower kleding. Dat is echt niet normaal. Dus shout-out naar jullie. Er was ook echt een hele mooie grote truck daar van Knolpower met merchandise. Dus dat was ook heel erg tof om te zien. En heb ik zelf ook even wat mensen geholpen en wat spulletjes verkocht. Dus dat was echt nice. Dus shout-out naar jullie allemaal. Dankjewel daarvoor. Oké, okay, dames en heren. Tijd om de auto op te halen. Ontzettend veel zin in. Echt heel erg nice. Voorlopig blijft deze auto sowieso nog wel bij ons. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Maar het wordt wel echt emotioneel als we deze weg gaan doen. Dat zeker weten. Ja, we hebben veel herinneringen in deze auto. Maar denk je dat je gaat huilen? Nee. Kijk, we moeten niet vergeten dat het belangrijkste op de wereld is nooit materiaal. Nee, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Ik snap niet waarom zij lacht. Ja, omdat je een beetje stotterde bij het woord materiaal. Het kwam er moeilijk uit, ja. Ja. Maar, materiaal, zei ik. Materiaal. Materiaal. Ja, soms heb je moeite met een klemtoon. Ja, dat klopt. Net als bij mijn naam probeer je ook al 5 jaar goed te zeggen. Ik probeer al 5 jaar Miron te zeggen, maar het komt er heel vaak uit als Myron. Ja, als deze weggaat, het is natuurlijk dan niet zo dat het helemaal weg is, want je hebt een soort van dezelfde auto straks weer terug. Ja, daarom. Dus... Alleen met rode stitjes in plaats van gele. Dan matcht het bij je outfit nu, hè? Dus en dan wordt de gordel ook sowieso veranderd, maar daar vertel ik straks meer over. Dit blijft gewoon een vet gebouw hoor, een soort van dome. Het ziet er echt heel erg vet uit. Het zal wel warm zijn in de zomer, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat ze wel goede airco's hebben daar. Een soort van grote... Ja. Volgens mij is het ook iets van een piep of zo. Elke keer als ik naar binnen kijk... Piep? Piep? Bibliotheek. Piep is eigenlijk echt een grappig woord, hè. Wow, kijk die handen met die wereldbol.
Boah, dat is ook vet. Je zit hier nou de ref achter mij. Je mag ook rijden. Oh, oh. Oh, dit was awkward. Dit was awkward. Jij dacht, hij was jou aan het opjagen, maar jij dacht, hij wil even reffen. Dat dacht ik echt. Maar hij was gewoon groen. Oh. Dat is echt awkward. Toe maar hoor. Toe maar. Ik vind het zo fijn altijd als mensen zo hardop praten terwijl de ander het gewoon echt niet kan horen. Doet u maar hoor. Ook als Enzo dan iemand ziet, dan is het zo hoi. Ja, ik zeg altijd hoi. Maar ja, dat hoort diegene nooit. Nee, je kan ook gewoon zo zonder geluid hoi zeggen. Ja, ik denk dat ik dat doe eerlijk gezegd. Ja, maar dan, dat is gewoon een soort mime speler, zo'n meme speler. Ja, klopt. Ja, mijn moeder deed het vroeger ook, dat dit zo erg ging. Ik altijd stuk om toen ik heel klein was, ging ze zo, hey! Oh echt? Hoor je de auto gewoon echt zo, hey, hallo! Ja, terwijl mensen dat helemaal niet horen. Hey, alles goed? Ja! Ja, doe maar hoor! Nee, je hebt voorrang! Die vrouw die kwam vet mooi met het scootmobiel aanscheuren. Ja. Dus ik dacht, doet u maar. Maar ja, dan soms verspreek je omdat je in één keer uit het niets iets zegt. Oh ja. Dus daar zei ik, doet u maar. Nee, je bent zenuwachtig, want we zijn er bijna. Ja, nou dat ook wel een beetje hoor. Het is Lamborghini Urus gekte hier zo. Ongelooflijk. We zitten nu in één. Ik zie er hier één voor me staan. Er staat één in de showroom. En er staat eentje binnen, als het goed is. Ja. Onder een doek. Ja, dat is wel echt bizar. In één keer vier Urus bij elkaar. Ja, ik vind het nog steeds de allerdikste auto die er is. De SUV moet ik dan wel zeggen hoor. Want er zijn echt wel hele, hele vette auto's op deze planeet, op deze aarde. Maar een Lamborghini Urus, dus echt een SUV, niet normaal. Echt zo bijzonder vet. En deze ziet er dan ook wel echt heel erg dik uit hoor. Zo'n geel lipje aan de onderkant. Mooi mat, ja heel erg dik. En dan hier de mijne. Stoepkrijtgrijs noem ik het nog maar eventjes. En dan hier binnen de gele, de originele. Zo is die vanuit de fabriek gekomen vaak. Ja, Lamborghini hoort eigenlijk geel te zijn zoals een Ferrari rood. Hoor. Ja, eigenlijk wel ja. En dan hier hebben we de nieuwe staan. Oh, dit is wel heel erg nice hoor, dames en heren. Ja. En dan gewoon met rode stitjes. Oh, ongelooflijk. En wat gewoon heel erg nice is aan deze Lamborghini Urus, is dus dat die van het bouwjaar 2022 is. Dus hij is bijna 4 jaar nieuwer dan die van mij, die ik nu rij. En deze heeft een nieuw onderstelsel. Lamborghini Urus die heeft er op een gegeven moment voor gekozen om een nieuw onderstel te doen. En dat zit hier dus onder. En voor de rest heeft hij echt alle opties erop en eraan. En een carbon interieurpakket aan de binnenkant. Zoals ik al vaker zei, rode stitjes. Nou, ik ben zelf ook helemaal in rode outfit. Dus deze auto is gewoon echt de droomauto. En dan daarna die bodykit erop, dat is echt wauw. Oké, dames en heren, het gaat gebeuren. We gaan het doek ervan afhalen. En hier ligt de sleutel. Dus we hebben 2 sleutels, gewoon een normale en de reservesleutel. En die sleutel is ook anders, die is ook vernieuwd. Deze is veel, veel dikker, groter. En ja, zoals ik al zei, het is gewoon net even een vernieuwde versie van de Lamborghini Urus. Dus ja, laten we het er vanaf halen en deze auto gewoon eventjes gaan bewonderen. Oké, daar gaat die, dames en heren. Laten we de strik ervan afhalen. Zo, zijn jullie er klaar voor? De nieuwe Lamborghini Urus, waar dus de Mansory bodykit op komt. Clean. Heel nice. Super clean. Echt super clean. Ja, die rode remschijven zijn echt nice. Ja, die zijn echt zo ontzettend. Ja. Super strak. Velgen zien er allemaal heel erg mooi uit. Deze auto die heeft dus nog geen 14.000 kilometer gereden. Dus dat is sowieso heel erg gunstig. En als jullie verder komen kijken, zien jullie dat dit geblindeerd is. Dus de achterkant qua ramen is geblindeerd hier zo. En er zit dus niet alleen een interieur carbonpakket in, maar ook hier op de spiegels heb je carbon zitten. Uiteindelijk wordt dat nog wel een soort van aangepakt met de bodykit mee. Maar voor nu ziet dat er echt super mooi uit. Ja, en de binnenkant is gewoon zo ontzettend clean. Dat je hebt hier ook op de grond, je ziet het nu een beetje moeilijk. Maar in de avond zie je dat heel erg, het logo op de grond. En hier overal die rode stitjes en weer hier dat carbon. En dan hier ook in de binnenkant het logo vind ik zo nice dat dat rood is. Dat wilde ik eigenlijk al bij de Urus die ik nu heb, wilde ik dat al heel erg graag. Maar omdat dat nogal een bijzonder verhaal was hoe ik die heb kunnen kopen, had ik geen keus in stitjeskleur. Dus ja, geel dacht ik, ja dan is dat gewoon
gewoon wat de kleur is. Ja. Ja, voor de rest super nice. En het grote verschil hieraan trouwens is, dit is een 5-sits. Je kan gewoon in het midden zitten. Ja, dus je kan hier gewoon in het midden zitten. Ja. Zit, als je lang bent, zit niet heel ideaal met je hoofd. Oh nee, inderdaad. Dus ja, de kleinste moet in het midden, zeg maar. Ja. En dan hier aan de zijkant kan je wel, zie je, wel gewoon rechtop zitten. Ja, als dat is gewoon hetzelfde als de andere eigenlijk. Ja, maar in het midden zit dus deze stoel. Echt perfect. Ziet er heel anders uit, hè, met die rode stitjes zo. Ja, het is echt een heel ander gezicht. Ja. Dus daar ben ik echt super blij mee. Echt heel erg blij. Oké, laten we eens gaan starten, toch? Maar jouw Juro's onder de wrap is ook precies deze kleur, toch? Dat lava grijs. Ja, lava grijs. Ik denk dat het wel een beetje dezelfde kleur is, inderdaad. Ja. Oké, laten we eens even gaan starten. Hoppa! Op dit moment staat er 13.531 kilometer op de teller. Gaan we sowieso weer verandering in brengen. Dat komt goed, dat beloof ik jullie bij deze al. Heerlijk. Heerlijk. Ja, zo ontzettend nice. Het stuur is ook een stukje anders. Ik heb zelf dat Alcantara, dat zachte stof op het stuur zitten. En dit is ja, het standaard stuur van Lamborghini Urus. Met een goede grip. Flippers natuurlijk, heel erg belangrijk voor het rijden. Tenminste, is wel een hele leuke optie. Vooral gisteren bij zo'n evenement, dan ga je wel een beetje flippen. Dat is wel echt tof. Voor de rest hier overal boven, Alcantara. Ja, het ziet er super strak uit. En het dakraam, panorama dak, ook super fijn. Op deze auto zit geen Acropolis. Dus daar zit een standaard uitlaat onder. Geeft alsnog een heel erg dik geluid. Maar als je Acropolis gewend bent met een paar pops en bangs en wel gewoon iets zwaarder geluid, dan is dit, zou je kunnen zeggen, een kleine downgrade. Maar de uitlaat wordt uiteindelijk compleet aangepakt. Want zoals je nu dus twee uitlaten ziet links en twee uitlaten ziet rechts, krijgen we uiteindelijk met de Mansory bodykit krijgen we de uitlaat in een driehoek hier. Dus dat wordt echt super vet. Dus dat wordt helemaal aangepakt. Ik geloof wel echt iets heel erg tofs te worden. Damn! Rij hem naar buiten! Ja, zullen we dat doen? Ja. Echt nice. Hij is mooi gepoetst ook. Ja, hij glanst erover. Oké, dames en heren, daar gaat hij. Zo ziek, hè? Niet normaal. We hebben net even het mapje bekeken met allemaal papieren, documenten, garantie en met onderhoud, alles erop en eraan. Dus alles is gecheckt, alles is nagelopen. Een paar dingetjes gevraagd over de auto, omdat deze heeft ook een nieuwe interface. Dus daar zijn een paar kleine dingen aan veranderd, maar voor de rest... Hoppakee. Ja, dat geluid hier. Wat geluid dus? Dat standaard geluid is al gewoon heel erg nice. Het is gewoon een standaard uitlaat. Ja. En dan heb je wel gewoon dat geroffel. Dat is wel echt heel erg vet. Maar uiteindelijk wordt dat wel geüpgraded. Ja. Zo nice. Let's go. Nou, lekker gaan rijden jij. Yes. Dan ga ik in de nieuwe en dan ga jij in een andere. Yes. Ik zal je de sleutel daarvan geven. Dat zou fijn zijn. Ik dacht dat niet je vinden. Dat ging doen. Nee. Ik weet niet welke ze heb. Ja. Kijk eens aan. Ja. Dit is dus de oude sleutel. Ik zou nu de nieuwe sleutel even erbij pakken en het verschil laten zien. Zie je, dus ze hebben nou, best wel wat dingetjes aangepast. Het is, ja, het is niet heel bijzonder, maar... Ik vind die wel vet. Ik vind deze wel vetter, ja. Het is wel echt gewoon boom, een sleutel. Ja. Oké, dames en heren. Kijk dan. Nu is het helemaal matchy met mijn trainingspak van Knolpower. Rode petje, rode stitches. Gruwelijk. Echt niet normaal. Yo, dit is zo onwerkelijk dat we nu de aankomende tijd twee keer de Lamborghini Urus hebben. Dat is echt, echt bizar. Ja, het interface is wel echt mooi hoor. Dat hebben ze echt netjes gedaan. Wauw. Daar zitten we dan. Even de spiegel goed stellen. Ik doe even mijn eigen stoelinstelling opslaan. Dat als Myron ooit rijdt, dan drukt ze op knopje 2 hier aan de zijkant. En dan gaan de instellingen op haar. En als ik dan op nummer 1 druk, dan gaat de stoel automatisch en het stuur op instelling 1. Dat is ook echt super relaxed als je de auto deelt met z'n tweeën. Massagestoel zit erin, er zit airco in de stoel, verwarming in de stoel, alles erop en eraan. Dat is niet normaal. Ik kan straks wel het verschil laten zien qua interface. Maar hier zie je het al misschien een beetje. Dit is echt anders qua standen ook die je hebt. Hier heb je Strada, hier heb je Sport, dan wordt het oranje. Hier heb je Corsa, dan wordt het helemaal rood. Ja, super nice. Echt heel erg nice dit. Zo, daar gaan we. Hoppakee. Daar staan ze dan. Niet normaal. Echt niet normaal. Kijk hoe vet die rode stitches ook overal zijn, hè. Ik vind dat echt zo super clean. Niet normaal. Gruwelijk. Echt gruwelijk. Ziet er echt vet uit, hè? Ja, bizar. Ik zit even te beseffen. Een besefmomentje. Andere auto of zo. Klopt, dat is gek hè. Het zijn twee dezelfde auto's, maar toch zo
ongelooflijk ander zicht zo. Ja, ook die velgen, dat is ook een verschil natuurlijk. Bizar, echt bizar, dames en heren. Zo, we gaan dus even lekker stofzuigen, dames en heren. Even de woonkamer een beetje op orde krijgen. Even wat dingetjes opruimen. Want straks worden alle stoelen en banken, of nou ja, deze lange bank zeg maar, die wordt opgehaald. Dus het komt er straks wel even wat anders uit te zien. We gaan namelijk deze woonkamertafel gaan we wegdoen. We vinden hem toch een beetje te groot, te lang en te veel ruimte innemen. Ook de stoelen en banken. Dus die gaan we inleveren. En dan komt er uiteindelijk een ronde tafel met stoelen eromheen. Voor in totaal 6 personen. En dit is echt voor iets van 12 personen. Dus dan gaan we de helft doen. Zodat we gewoon veel meer ruimte krijgen in de woonkamer nog. Dus dat is wel nice. Dus ik ben even de boel aan het stofzuigen. Marvin die gaat lekkere lunch maken. Lekkere broodjes in de oven. Dus ja, die komen tussen 1 en 3. Dus nou ja, het is nu 12:30. Dus het duurt nog eventjes. Maar wel echt heel erg nice. Buiten mooi weer ook. Perfect. Deze 3 barkrukken die gaan ook weg. Dus, oh nee, die kunnen eerst wel blijven staan nog, hè? Ja, want die, ja. Ja, die worden niet meteen omgereld. Nee, die worden niet vandaag opgehaald. Nee, dus deze kunnen eerst nog wel even blijven staan. Maar die worden uiteindelijk ook veranderd. Wij gaan even lekker lunchen, dames en heren. We hebben hier een heerlijk broodje met kipfilet, kaas, plakjes komkommer en chocopasta. En Myron die heeft natuurlijk hagelslag. Lekker hoor. Proost, schatje. Proost. Oeh, dat was geen goeie. Wij zitten lekker in de studio en we gaan eventjes wat dingetjes kopen. Zoals een co-sleeper. Dat is een bedje wat je op dezelfde hoogte van je eigen bed kan vastmaken. En daar slaapt de baby dan in. Wij denken dat dat echt ideaal is voor de eerste weken van de baby om hem wel op onze kamer te hebben. Zodat je alles nog goed in de gaten kan houden. En zo'n co-sleeper ziet er ongeveer zo uit. En daar gaan we nu eventjes naar zoeken. We hebben dus de hoogte gemeten van het bed. 70 centimeter, zei je? Ja. Dus dat is perfect. Dus die gaan we dan eventjes invullen op een website. Zodat we precies de juiste hoogte hebben van de co-sleeper die we dan nu eventjes gaan bestellen. Ja. Let's go. En gordijntjes. En de gordijntjes, bestellen. Ja. Voor de babykamer. Oké, het is gelukt. We hebben van alles besteld. Tot ook tafel, stoelen, gordijnen. En dat komt allemaal binnenkort in Assen geleverd. Dus dat is echt top. En dan ga ik nu eventjes de studio hier een beetje op orde maken. Want er ligt echt heel erg veel stof wat je hier kan zien. Dat heb ik allemaal uit mijn computer geblazen. En hier, omdat dat nog niet af is, die ruimte hiernaast, komt er echt heel erg veel troep binnen. Dus we hebben even de stofzuiger erbij gepakt. En ik hoor echt de hele tijd al een helikopter. Maar echt dichtbij ook. Oh joh, volgens mij zijn ze serieus aan het landen hier bij de vliegbasis. Oh, ik zie hem. Holy shit. Ik ga dit nooit op film krijgen voor jullie, maar je hoort het wel in de verte. Oh, dat gekletter van die bladeren. Het was in ieder geval zo'n helikopter. Ik kan wel even een foto in beeld laten brengen. Zo'n helikopter die iets onder hebben hangen. Lijkt wel een soort van watertank of zo. Of in ieder geval iets eronder. Een soort van hele grote zak. En die had dan voor een propeller of van die bladeren en achter van die bladeren. En dat is dan zo'n lange. Ja, een beetje een rare omschrijving. Maar als je de foto ziet, dan snap je het wel. En wat een vogels weer in de tuin. Oh, die vogel is mooi. Ik pak wel even de zoomlens. Dat is wel even leuk, denk ik, om te laten zien aan jullie. Want ze zitten de hele tijd daar bij dat pindakaaspotje. Daar gaat hij. Ik heb de zoomlens nu erop. Kijk, daar zit een vogel. Dat is blijkbaar de afgewaaid. Dat zie ik nu ook pas voor het eerst. Dus die zit even een beetje op een rare manier nu die pindaatjes eruit te eten. Maar het lukt hem wel zo te zien. Kijk. Zie je de vogel daar? Volgens mij is dat een specht. Kijk hoe die beweegt. Kijk hoe vet. Hier, hoppakee. Even in het huisje even lekker wat pindakaas prikken en meenemen. Zo vet. Ja, deze lens is echt nice hoor. Kijk dan. Hoppakee. Ja, een hele mooie vogel is dat. Echt mooi van kleur. Hij gaat meer pakken. Dan gaat die tweede ronde. Zo. Volgens mij moet ik dat potje verversen binnenkort hoor. Nu nog niet, want hij haalt er blijkbaar nog wel wat uit. Maar ik denk dat hij de hele tijd erin gaat. En dan gaat hij wat pindakaas prikken. En dan daarna zit hij te kijken of hij niet in één keer van achteren door een roofvogel wordt gepakt of zo. Maar dit is wel echt superleuk om te zien. Hij is echt goed aan het graaien daar zo. Nou, hij is eruit. Oké, als die helikopter nog een keer langskomt, dan kan ik met deze zoomlens misschien hem wel filmen. Maar nou, moeten we even wachten of dat gaat gebeuren. Hey. Wow, zag je dat? Ik kan ook wel eventjes hier gaan staan. Want dat vinden ze ook echt zo lekker, wat je daar zo aan de boom ziet. Oké, ik sta nu een beetje verdekt opgesteld. Kijk, je ziet daar een vogel. Daar op de tak. Misschien komt hij straks wel hierop af. Want hier zien we zoveel vogels altijd prikken. Er zaten iets van 12 van die vetbolletjes in. Volgens mij zijn dat er nu nog maar 6. De bovenkant is al helemaal opgevreten namelijk. Ja, kijk. Daar is hij. Hoppakee. Waarom ga ik fluisteren eigenlijk? Ik sta gewoon binnen. Hoppa.
En ging weer weg. Je moet wel geduld hebben hoor, als vogelspotter. Ik hoor weer iets. Zien jullie hem daar? Ja. Oh, heel eventjes. Oh mijn god, ik heb nog een vogel gespot. Kijk hem. Hij is al aan het lachen hoor. Hij heeft ook weer zijn zomer buckethead op. Yo. Ja, dankjewel voor het meenemen van de prullenbak. Ja, geen probleem bro. Hij komt weer shine hoor met zijn roze outfit. Ja, ik heb weer een nieuw hoedje. Like. Lijkt wel een vissershoedje, maar ben er weer. En roze shirtje ook. Kijk, toppie. Helemaal in het roze. Ja, ik dacht, hoe gaat het eigenlijk met Bas? We hadden wel eens heel af en toe even geappt. Ik wist dat hij even op vakantie was. Wat was het nou? Ja bro, ik ben naar Egypte geweest, ik ben naar Nice geweest, ik ben naar Marbella geweest, echt. Insane, ik heb echt de ziekste shit ever gezien allemaal. Echt niet normaal, dus ik dacht het is wel even leuk om bij te praten. Dus ik belde Bas zo van, yo, what's up, wat ben je aan het doen? Ja, niks man. Ik zei, nou, kom langs, dan gaan we even bijkletsen. En dan gaan we even een rondje rijden en gewoon even chillen, toch? Ja bro, ik kom hier staan en ik heb twee Lamborghinis hier voor de deur. Weet ja, ziek hè? Ja, dat is echt bizar. En ze zijn verderop bezig met iets van een vliegtuigoefening of zo. Dus misschien kunnen we nog even heen gaan en met de nieuwe auto en even checken wat daar gebeurt. Ik zag letterlijk zo'n cargo vliegtuig met twee van die helikopters met zo'n zak eronder. Dat was echt lijp. Precies wat ik net tegen jullie zei, ja. Vet. Dus dat is wel cool om denk ik even te gaan checken. En ik moet echt nog even stofzuigen hier, want het is echt een puinhoop. Maar dan gaan we er daarna wel even vandoor gaan we even checken of we nog iets kunnen meepikken daar. We zitten in de auto. Te wachten, maar er gebeurt helemaal niks. We hebben een paar mooie vrachtwagens gespot en daar hebben we geen eens gefilmd. Maar ja, ik zat wel klaar met de lens in ieder geval. Maar die hebben we helemaal niet erbij hoeven te halen. Nee. Dus ik denk dat de oefening er al op zit. Is wel jammer, want het was wel echt heel erg vet om te zien. Helaas niet kunnen filmen. Dus. We hebben hier echt een half uur gewacht, geen helikopter, niks. Nope. Dus dan gaan we weer naar huis, denk ik. Ja, was sowieso wel even leuk om er eventjes te rijden. Maar vind je het goede upgrade van de auto? Ik vind hem echt insane. Vooral die binnenkant, hè. Het is echt wel nog steeds dat rode, zeg maar. Hier zo met die stitches en zo. Echt heel clean. Echt bizar. Dat je gewoon met z'n drieën achterin kan zitten. Dat is ook wel echt heel erg nice. Echt een upgrade, want ik heb tijden meegemaakt dat we natuurlijk met z'n vijven waren. En dan moet je net met twee auto's gaan. Klopt. En nu kun je dan gewoon met z'n allen in de auto. Ja. Heel erg blij mee. En? Oei. Hij is nog steeds net zo snel. Dus. Blijft het voor jou ook nog steeds zo'n uniek gevoel dat gas geven? Of is ja, het voor jou sowieso. Echt... Nog gisteren weer bij dat auto-evenement zo erg genoten om even op het circuit te rijden. Zo vet. Dat is echt niet normaal. We komen thuis en ik wil de auto gaan neerzetten. Kom ik in één keer iemand tegen op de fiets. Jullie gaan nooit geloven wie ik tegenkom op de fiets. Ik ben nu even snel achteruit aan het rijden. En dan gaan we eventjes naar haar toe. Dit is zo leuk. En je zag dat ik zwaaide naar het meisje. Ja, ik ben zo flabbergast. Ik snap niet wat je bedoelt. Oké, ik hoop niet dat ik haar bang maak met deze achtervolging. Maar nee, ze herkende me sowieso. Maar dit is wel echt heel erg leuk. Oh, het is weer fijn om bij jou in de auto te zitten. Lekker, hè? Ja, heerlijk. Yo! Kijk eens wie we hebben daar! Yo! Hoi, yo, op je fiets! Ja. Hoe is het? Goed hoor. Krijg je knuffel? Ja hoor. Alles oké? Ja. Mooi, je komt van school? Ja. Nice! Wow, yo, dit moet een beetje raar zijn voor jou, bro. Ja, ik snap er niks van. Echt. Maar deze fiets die heb ik haar gegeven in samenwerking met Arup. Echt? Ja, een elektrische fiets. Dus ik zag gewoon één keer langs fietsen. Ik dacht, oh, yo, let's go, bro. Nice hoor. Doet hij het echt helemaal goed? Alles oké? Ja. Helemaal geen problemen gehad? Oh, je hebt een schermpje erop laten zetten hier zo. Dus nu kan je alles checken hoe lang die nog met batterij meegaat en zo. Ja. Nice. Wow. Boom. Perfect. Zo, ik ben weer thuis en ik ga jullie laten zien, Bas is trouwens vandoor, wat wij gaan eten. Een heerlijke burger. Zo, daar hoefde ik niet lang over na te denken toen jij stuurde wat wil je eten. Marvin die stuurde een paar opties. Zo, een lekkere hamburger, dat gaat er wel in. En we hebben lekkere frietjes, dus als je die op tafel zet, dan pak ik die... Oh, lekker hoor. Kijk eens. Zo. Heel erg nice. En er zit wel wat saus op, maar ik zat te twijfelen. Jij had nog ketchup erop of zo, of niet? Ja, er zit zeg maar van die hamburgersaus of... Nou, mosterd mayo of zo. Oh, ik zie het inderdaad. Misschien vind je... Grove mosterd. Grof en pittig. Misschien vind je het nog lekker om er nog wat ketchup overheen te doen.
Ja, ik denk dat ik er nog wel wat ketchup overheen doe. Een beetje ketchup erbovenop. En het is gedaan. Het is klaar. Hoppakee. Nou, eet smakelijk, schatje. Eet smakelijk. Dankjewel. Beetje frietjes. Lekker hoor. Even een uurtje knallen hier in de gym bij Pim, bij Powerment in Amersfoort. Zoals je ziet, ik weet niet wat Noël aan het doen is trouwens, die stond op de yogabal. Macy is lekker aan de bank drukken. En Raphaël staat hier, sinds kort nieuwe trainer hier bij Pim. En ik denk dat het wel heel erg leuk is, want ik heb mijn schema heb ik liggen op mijn, of staan op mijn telefoon. Maar ik denk dat het heel erg leuk is om eventjes twee oefeningen door jou te laten bepalen. Dus wij hebben straks een tricep oefening. En ik zou heel graag willen dat jij die bepaalt voor ons. Eentje die het meest nasty is, weet je, die je echt gaat voelen. Dus een tricep. En we hebben nog een rugoefening nodig. Dus als jij er heel even over nadenkt en die twee verzint, dan moet Noël volgens mij nog een keertje bankdrukken. En dan hebben we alle drie al gebankdrukt, alle drie keertjes. En dan gaan we naar de eerste rugoefening van jou. Ja? Oké, let's go. Nou, Noël. Let's go. Goed dat je er bent, hoor. Goed dat jij er bent. Ja, dat is voor jou een weekje geleden. Voor jou 4 dagen. Ja, dat is eigenlijk allebei te lang. Ja. Voor jou nog net iets langer dan mij, maar het is allebei te lang. Ik doe altijd een schepje bovenop. Hey, kom op Noël, kom op maat. Hey. Let's go. Die teentjes ook, bro. Ik heb nog nooit iemand zo zien bankdrukken, bro. Oké, even serieus maat, kom op. Goeie bro, goed. En... Juist, uitademen. Lekker bro, goed shot ook dit hoor. Noël die is de DJ films aan het terugkijken al de hele tijd. Maar ik ben wel trots op je, man. Je bent lekker aan het draaien op de weg. Thanks. Oké, Mees, ben je er klaar voor? Ja. Ben je er klaar voor? Huh? Ja, wat gaan we doen? Noël is af en toe aan het slapen, maar het komt goed. Raphaël, wat voor oefening gaan we doen voor de rug? En doe hem voor eerst, zou ik zeggen. Dit is de overhead tricep extension. De overhead tricep extension. Oh, dus dit is de eerste tricep oefening? Ja, we gaan het eerst even doen. Oké, eerst tricep, goeie. We gaan naar beneden drukken, naar voren stappen. Zorg dat je elleboog van 90 graden blijft. En het mag je zo lekker naar voren duwen. Zo, deze ziet er wel goed uit hoor. Ik denk dat als je dit gewoon lang genoeg oefent, dat je echt koude of ver kan ingooien met voetbal. Ik denk echt, als ik dit doe, dat ziet het zo raar uit. Bro, ga jij maar als eerste. Ja, zeker. Oké, ik kan nog iets lichter doen voor je. Kan je eerst even lekker aanvoelen, ja? Oef, dat is een belediging. Lichter. Oké, nee, ik denk dat als je een oefening nooit hebt gedaan, dat het wel even pittig is hoor. Zo ja, stap je één grote stap naar voren. Ja. En dan mag je alleen dit stuk terugbrengen. En dan naar voren. Ja, zo ja. Is het ook beenoefening? Is het ook beenoefening? Ja, je ziet wel dat ze benen inderdaad... Je begint te trillen, man. Het ziet er wel vet uit door deze oefening. Ken je deze al? Ja. Ja, dacht ik al, dacht ik al. Oké, ik kende deze nog niet. Dus, ik ken hem niet. Ben ik al klaar? 15 herhalingen. Oh, 15, lekker man. Ja, niet geteld. Doe er nog maar 2 dan. 5, 6, nee. Doe nog eentje, nog eentje. Lekker. Hey, trots op je man. Hey, benen voelen. Dus je hebt je benen en je triceps erop. Kijk, hier naar beneden. Hij kan best wel licht zijn, maar kijk eerst even hoe die gaat. Ja, hij is wel zwaar. Ja, precies. Oké, dus gewoon deze. Ja, en helemaal naar voren. Heerlijk, je voelt je benen, hè? Hier zo. Ja, netjes. Ja hoor. Doe wel even zwak. Dit is wel even lekker hoor. Nou, dit is mijn favorietje wel. Sta jij vrij nog op de bal mee toe? Ja, die triceps, dat is wel mooi. 13. De laatste, 15. Netjes. Nice, goede oefening, dankjewel. Oké, dit is de tricep. Ja, dat gaan we nu allemaal 3 keer doen en dan gaan we naar de rug. Oh, die brandde zo mijn rug. Zo, de triceps zijn klaar? Ja. Oké, we gaan nu naar een andere oefening en Raphaël gaat hem weer even voordoen. Wat we gaan doen, je mag lekker wijd komen staan. Zorg dat je rug recht blijft. Schouders recht en om en om. Om en om, oh goeie hoor. Kijk dan, maken de onderburen even wakker. 60 keer. Oké, dus jij denkt gewoon zo staan? Het is meer lekker. Oh, dit is meer wijd. Die gewoon lekker onder je staat. Hou onder, zo. Ja, mooi. En moet je echt je arm boven trekken zo? Ja. Of naar je borst toe zo? Nee, echt naar langs je rug. Zo? Ja, netjes. Dat is voor je rug, kijk. Voor je buren. Heel goed. Kom op. Oh, zweethandjes. Voel je hem? Ik voel hem wel, ja. Ja? Ja. Oh, beter, hè? Ook bij mijn kringspier. Oh, lekker hoor. Dat hoefde ik niet te weten. Oké, doe jij eens even. Kom op, Noël. Ah, oh. Ja, en dit is wel de reden waarom je eigenlijk altijd schoenen aan moet doen in de gym. Ik heb stinkpoten. In mijn schoenen. Een idee, hoor.
In mijn schoen. Ja, en dan je daar eens op. Ja, waarom niet? Of ik koop gewoon sportschoenen. Ja, dat kan ook. Je kan ook met je padelschoenen gewoon komen, hè? Oké, kom op, maat. Doe ik het goed? Ja. 3 emmertjes water halen. Oké, Noël, kom op dan. Het is trouwens heel erg toevallig hoor dat we Rafael hier tegenkomen. Nee. Want hij was net even een uurtje voor zichzelf aan het sporten. Het is op dit moment 11 uur, dat zie je goed op de klok. Maar ik wilde gewoon nog heel graag sporten. Mees en Noël ook, dus dat is echt top. En we hadden allemaal niet verwacht dat Rafael hier nog zou zijn van 9 tot 10. Dus en die helpt nu even mee met wat oefeningen. Dus wel echt super leuk. De flow zit erin, dus heerlijk nog even knallen. Ik voel me aan mijn knieën. Dat stond er nog net op, geloof ik. We hebben heerlijk getraind, dames en heren. Echt serieus. Het is gewoon 11:30 in de avond. En we lopen hier eventjes de gym uit. Dus Noël. Ja. Hey, bedankt, jongen. Respect. Dankjewel. Respect ook naar jou, bro. Hey, dankjewel, man. Respect, goed gedaan. Hey. Respect. Wow. Nee, sorry. Respect, man. Goed gedaan. Rafael. Hey, Rafael. Goed gedaan. Hey, Mees. Ciao, ciao. En, hey, meeste respect voor Rafael. Want hij knalt nog even lekker met fiets in huis, of niet? Ja, moet gebeuren. Ja, dat is wel echt... trainen. Wow, hij is echt gezond. Hij is echt gezond. Heb jij een fiets trouwens? Nee, bro. Nee, je hebt geen eens een fiets, hè? Weet je hoe je moet fietsen? Ja. Ik heb een fiets gehad. Gewoon zo'n bruggenwieperfiets. Bruggenwieper? Ja, met zo'n rekje achter. Zo'n brugpieperfiets. Nee, zo'n rugtasje met zo'n cliphaakje. Ah, oh, schattig, schattig. Oké, okay, is goed. Nou, slaap lekker, boys. Hey, later. Ciao. En ik ben weer lekker thuis, dames en heren. En ik ga heerlijk slapen samen met Myron. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Myron ging trouwens niet mee sporten, want jij had even een beetje zo van mooi, blijf lekker thuis. Ja, lekker een badje geweest. En dat is je goed recht. Dat is een hele goede keuze die je hebt gemaakt. Bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vandaag was natuurlijk een bizarre dag dat we de auto hebben opgehaald. Echt, echt heel erg vet. We gaan dus echt even een tijdje volop genieten van dat we 2 keer de Jurus hebben staan. En binnenkort gaat die ene dus weg. En dan blijft er één over. Naar sporten. Nee, stom hè? Was je niet met de nieuwe gegaan? Nee, ik had gewoon, ja, de grijze. De stoep. Ja. Oh, zo gewend. Ik pakte gewoon een automatische sleutel. Ja. Maar ja, daar ga ik misschien nog wel even in rijden het meest, omdat die straks weggaat. Ja, dus, dat snap ik ook. Oké, dames en heren, ik check jullie morgen om 4:00. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. En als jullie nog meer vragen hebben over de auto, de bodykit, hoe het allemaal zit, dan laat weten in de reacties. En dan ga ik het beantwoorden op mijn Snapchat. Dus volg me op Snapchat. Bye!